ja, de Ronde van Romandie heeft mij geleerd dat dat uurrecord toch heel hard heeft geleefd in het wielerpeloton. Dat ik makkelijker mijn plaats krijg in het peloton. En ik hoop dat dat hier in de Giro hetzelfde een beetje is, want dat vergemakkelijkt het koersen wel. Ronde van Romandie was heel goed meegevallen. Ik had een klein beetje bang voor de kilometers bergop. De zware etappes, omdat ik in Mexico uiteraard niet bergop heb gereden. Maar dat is heel goed meegevallen en ik heb zin in de start van de Giro. Dat is een Giro met redelijk veel tijdritkilometers. 3 individuele tijdritten, maar wel allemaal op lastige parcoursen. Steeds wel een hindernis met wat bergop in de tijdrit, maar ook steeds genoeg vlakke kilometers, zodat de echte tijdrijders komen bovendrijven. Uiteraard zijn Roglic en Dumoulin lastige klanten op zware tijdritparcoursen. Maar naar het einde van de Giro, ik denk zeker aan Verona, hoop ik dat die mannen een klein beetje moe gestreden zijn en dat ik dan mijn slag kan slagen. Ik denk door die eerste 6 kilometer dat een tijdrijder sowieso een goede voorgift gaat hebben aan de voet van de 2 kilometer lange klim. Maar in tijd gezien zal het ongeveer 6 minuten vlak zijn en 6 minuten bergop. Dus het zal een balans moeten zijn. Een goede tijdrijder dat goed bergop kan. Ik kan goed bergop rijden op mijn tijdritfiets, maar er zijn hier nog meer mannen dat goed kunnen. Voor iedereen zwaar zijn die laatste week om die bergen te overleven. Maar ik voelde mij in mijn sas in Romandie. Ik kon heel gemakkelijk de bergen doorkomen zonder problemen. En met hetzelfde gevoel denk ik dat ik vlot door de bergen kan met minder krachten als dat Roglic en Dumoulin nodig hebben om hun eventuele leiders eruit te verdedigen.